gold medal with a time of 12:34.51, representing Special Olympics Netherlands, Esme Ann Mary Wilmersdale. Ladies and gentlemen, as the Anderson Brothers strike the celebratory pose. Hoi en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je ziet zit ik nu niet in de auto. Ben ik nu niet aan het lopen. Want ik zit nu namelijk op de fiets. Richting huis. Ik heb vandaag namelijk mijn triathlon training. Want over een paar weken is het al zover. Vandaag is het al 3 augustus. En 18 augustus is alweer de triathlon. Dus ik dacht ik neem jullie mee naar de triathlon training. Vorige week hebben we het gedaan om de parcours te leren kennen. Hoe eventje. En vandaag gaan we het doen voor de tijd op te nemen. Ik ben heel erg benieuwd, want in het zwembad is 500 meter, daar doe ik nu 7 minuten 45 over. En in op water, ja, dat is nu nog maar even kijken wat ik doe. Dat gaan we straks zien. Ik vind het heel spannend. Vrij niet spannend, maar ik ben meer nieuwsgierig. Dus ik ga nog even een stukje fietsen naar huis. En dan zie ik je zo. Tot zo! Rechtsaf? Zo, of we linksaf? Ja, we beginnen rechtsaf. Oké? 1, 2, hupsakee! Kom op, smeetje! Kom op, smeetje! Kom!
Hey, hoi. Esme is haar helm vergeten. Wil je die alsjeblieft snel komen brengen? Die ligt op haar bed. Esme is net gevallen, dus die heeft even oponthoud. Maar ze zit alweer op de fiets. Kom op, Esme! Eén rondje, meid! Fietsen is klaar. En nu hardlopen. Kom op, Esme! Super! 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 Kom op, meid! Lekker, Esme! Respect, Esme! Nou, ik lig nu bij de EHBO. De racefietsen gingen nog wat minder goed. Mijn ketting vloog eraf en daar misschien een afstandje gehad. Dus de knie ligt open. En mijn elleboog ligt open. En ik heb een hele ei bij mijn andere arm of zo. En daar moet ik straks foto's of bij een röntgenfoto laten maken. Dus nu gaan ze alles in verband doen. En dan richting de eerste hulp. Toch, 300 het is melden. Toch. Nou, het is nu ondertussen al avond. Ik zit hier nu in mijn appartement. Voor de eerste keer dat ik hier in mijn appartement echt zittend, staand of initiatief een video opneem. Dit is ook gelijk de outro, maar ik wil wel even zeggen hoe het verder met me gaat. Nadat ik dus die enorme val had gemaakt, ging ik dus naar de huisarts. Omdat mijn arm nu steeds dikker en dikker elke minuut voor het, ons gevoel. We dachten eerst aan een lichte kneuzing. Of dat er te veel bloed onder zat. We zijn toch maar dus naar de huisarts toe gegaan, zoals die video dat jullie fragmenten ervoor konden zien. Alleen die verpleegkundige van de EHBO post, die in het ziekenhuis, die vertrouwde het niet helemaal, want die dacht dat het gebroken was of gekneusd. Dus werden we doorverwezen naar de eerste hulp, waar we röntgenfoto's moesten laten maken. Nou, voor mijn gevoel, ik heb nog nooit iets gebroken, nog nooit iets gekneusd, zover ik zelf weet. Dus ik schrok best wel, vooral omdat ik de 18e natuurlijk al de triathlon heb. En ik werd er helemaal in verband bij de EHBO, dus voor mijn knie en mijn arm. Dus dan was het echt van, oh, oké. Okay. En bij de eerste hulp had ik nog foto's laten maken en het duurde zo lang, vooral op uitslag. Maar gelukkig, alles is goed. Wat is er nou mis mee? Met mijn arm, hij is niet gebroken gelukkig. Hij is ook niet gekneusd, zover we weten en zover ze zagen. Ook gelukkig. Het enige wat er is gebeurd is waarschijnlijk een scheurtje in mijn spier. Dus het kan zijn dat ik morgen spierpijn gevoel ga hebben. Maar er komt dan dus dat een soort shit bij mijn bot bij mijn spier. Maar verder gaat gewoon alles goed. Ik hoefde maar 2 tot 3 dagen zelf met het verband om te houden. En dan, als het goed is, is alles weer goed. Dus ik ga gewoon de 18e knallen. Dus het is gewoon nog steeds road to de triathlon 18 augustus. En we gaan het gewoon met z'n allen rocken. We gaan het gewoon even doen. En daarom zagen jullie mij ook de laatste rondje fietsen en misschien een beetje huilen. Dat kwam nog de laatste rondje wanneer ik die smak had gemaakt, waaronder ik onderaan de heuvel was gevonden door een hardloopster. Maar ik dacht mezelf, weet je, dit gaan we gewoon eventjes doen. Maar ja, ik hoop dat jullie alsnog deze video leuk vonden. Vond je leuk, geef dan een dikke, sorry, hoog, want dit kan ik niet doen. Dikke duim omhoog. En wil je nou meer van dit soort video's zien of wil je niks missen van mijn kanaal? Abonneer dan zeker hier eentje op de rode abonneerknop en vergeet niet het belletje aan te klikken om op de hoogte te houden van mijn kanaal.
En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei doei!